Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Roermond en de provincie Limburg. Roermond Gezond staat voor positieve gezondheid. Gezondheid met een positieve twist. Ofwel, hoe kunnen we zo gezond mogelijk in het leven staan? Bij positieve gezondheid gaat het om veel meer dan alleen klachten of symptomen, maar draait het om de samenhang op 6 gebieden. Lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Die gebieden hebben allemaal invloed op iemands gezondheid. Roermond Gezond laat zien hoe mensen daarmee omgaan en dus ervoor zorgen dat ze gezond zijn en blijven. Wij inspireren u graag. Wil je de dag goed beginnen, dan mag een gezond ontbijt niet ontbreken. Het zorgt ervoor dat je fit de dag begint en voldoende energie hebt voor je werk of op school. Jammer genoeg lukt het niet elke ouder om 's morgens een lekker ontbijtje op tafel te zetten. Nationaal Jeugdontbijt ondersteunt kinderen en ouders in de vroege uurtjes. Er zijn heel veel kinderen die komen naar school toe zonder 's morgens ontbijten. En dat is eigenlijk het grote probleem. En wat verwachten we dan van die kinderen gedurende de schooldag? Wat mogen we überhaupt verwachten als ze niet goed en gezond hebben gegeten? Dus we proberen ervoor te zorgen dat die kinderen die het betreft, dat die iedere donderdag of zaterdag, weet niet precies, een ontbijtbox krijgen aangeleverd thuis. Zodat de ouders gewoon een week lang al ontbijt hebben voor dat desbetreffende kind. Want dat is een actie van de school? We werken samen met Nationaal Jeugdontbijt. Dat is een grote club, ook met heel veel vrijwilligers. En natuurlijk met ook heel veel sponsoren. En die zorgen ervoor dat die ontbijtbox gevuld is met allerlei gezonde producten. Nationaal Jeugdontbijt wordt georganiseerd door talloze vrijwilligers. Dus bij deze wil ik die ook heel graag bedanken dat het iedere week weer mogelijk wordt gemaakt. En dat onze kinderen daarvan, onze leerlingen daarvan kunnen profiteren. En tegen de ouders zou ik willen zeggen van zorg ervoor dat uw kind gezond ontbijt iedere dag opnieuw. Zodat ze naar school te kunnen gaan, daar plezier kunnen hebben en ook kunnen leren. Dat en zie hoeveel gezinnen er hier op deze locatie al deelnemen aan het Nationaal Jeugdontbijt. Daar ben ik toch wel lichtelijk van geschrokken. Dat is maar de vraag of we dan de hele doelgroep bereiken. Ja, ligt het aan de locatie van de school? Ik denk het wel. We liggen in een kanswijk tussen Kemp en Kitskesberg. En ik denk dat het ook al mee te maken heeft. En misschien is het ook iets van deze tijd. Dat zou best kunnen. En het is natuurlijk geen oplossing voor de lange termijn. Hè? Want wat betekent dat vervolgens als de kinderen de school verlaten? Hè? Hoe pakt het voortgezet onderwijs het op? Maar uiteindelijk moet er een stukje gedragsverandering. Dat moet er plaatsvinden. Dat is de bedoeling. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Roermond en de provincie Limburg.